Daarvoor is een kolkenzuiger van het Surinaams bedrijf Westland Sama Group NV aangetrokken, welke kort geleden door het bedrijf is aangeschaft. Volgens Charles Sperk, hoofd van openbare regio West, zal in eerste instantie in één ruk doorgewerkt worden tot vrijdag, waarna ook andere probleempunten buiten Nieuw-Nikeri aan bod komen. Als voorloper van dit project heeft RO voor een goede doorstroming van het afvoerwater de afgelopen dagen ook de open rioleringen in Nieuw-Nikeri opgeschoond. Volgens Perk gaat het om een historisch moment wanneer we zien dat de eerste inspectieput in meer dan 40 jaren wordt opengegooid en uitgezogen. De bedoeling is dat wij door middel van een kolkenzuiger vandaag rest op Nieuw-Nikeri zullen opschonen, de ondergrondse lozingen ter verduidelijking. En door het opzuigen is het de bedoeling dat we strategisch zijn geweest rondlopen, de putten openmaken en opschonen. In de buurt van Moussi Issa is daar een calamiteit aan de Emma-straat. Daar is echt verstopt en krijgt extra aandacht van ons. De bedoeling is dat we ook naar Hampton Court Polder zullen gaan, omdat daar ook vermoedelijk er problemen zijn. En ook de westelijke polder heb ik nog een locatie. Dus dat wil zeggen, tot en met vrijdag 4 oktober aanstaande is het de bedoeling dat we zo afronden. We zien dat het een samenwerking is tussen RO en openbare werken, tezamen met de medewerkers van Westland Sama Group. Dit bedrijf heeft een investering van bijna $60.000 gedaan. U zegt tot vrijdag zijn we bezig. Is het daarna afgelopen? Hebben we dat die kolkenzuiger mee nodig? Nee, meneer Farma, dit is een duurzame investering geweest, zoals je hebt aangegeven. De bedoeling is dat we anytime een beroep kunnen doen op het bedrijf met een kolkenzuiger om ons te helpen. U begrijpt, openbare werkers zullen ervoor zorgen dat ze uitbetaald worden, want we zullen het automatisch huren per uur. U begrijpt wat er dan gaat gebeuren, dat OW de supervisie heeft, omdat de ondergrondse lozingen van in het bijzonder resort Nieuw-Nikeri onder supervisie van openbare werkers sectie Nikeri zijn aangelegd, omdat wij, vroeger was het ook dat OW duikersvergunningen verstrekte, waardoor dus het systeem wel bekend is bij OW. RO loopt mee met OW, met de bedoeling dat ze ook kennis maken hoe de ondergrondse lozingen van resort Nieuw-Nikeri er wel uitzien. We kennen het fenomeen waarbij delen van Nikeri of buurten van Nikeri onder water liepen bij een hevige regenval. Moet dit werk erin gaan resulteren dat tot het verleden behoort? Automatisch, meneer Farma. Welbekende locatie waar vaker onder water is na een korte regenval is hier aan de Emma-straat op de hoek en de RP Barosstraat op de hoek, waar er die grote mooie bomen zijn, dat daar vaker onder water blijkt te zijn in de directe omgeving van het commissariaat Nieuw-Nikeri. Dat is een kwalijke zaak geweest, al jarenlang. De bedoeling is dat we hiermede het duurzaam oplossen. U heeft gesproken over een calamiteit in de omgeving van Moussi Issa en de Emma-straat. Zit het erin dat we daar moeten gaan graven? Helemaal niet. We hebben een kolkenzuiger en de kolkenzuiger werkt zo. Het werkt met water. Je moet de lozingen met behulp van de assistentie van de brandweer Nikeri zijn wij bezig eerst de putten nat te maken, te vullen met water, om daarna dus te laten opzuigen, opschonen door de kolkenzuiger. Want je kan niet droog werken met de kolkenzuiger. Het wordt dus een permanent karakter dat OW zaken die verkeerd lopen in de ondergrondse lozingen nu tot het verleden zal gaan laten doen behoren. Zeker, meneer Farmer. We hebben nu de tools. De tools waren niet aanwezig. En u begrijpt, we maken gebruik van om het direct duurzaam op te schonen. Alle ondergrondse verstoppingen. Met de bedoeling dat we geen calamiteiten meer krijgen bij het neerkomen van zware regens, etc. Met de decentralisatiegedachte in ons hoofd, wat kan de bijdrage van het volk zijn in deze? Bij deze, alsjeblieft mensen, geen flessen meer zomaar gooien. Geen rommels meer zomaar gooien. We hebben nu een goed systeem. Er zijn vuilnistonnen overal bijna in Nikeri. Verzoeken elke winkelpand. Zet u een vuilniston voor uw winkel. Bij vergunning is dat verplicht. Maar nog steeds gebeurt dat niet. En dat veroorzaakt zulke calamiteiten. Perk zegt dat OW nu de beschikking heeft over de kolkenzuiger. En zodra dat maar nodig is, zal die worden ingezet. DC Witperkaas Julum Singh, die zich ter plekke oriënteerde, sprak met de reports aan het eind van de werkdag en toonde zich ook erg enthousiast dat de ondergrondse lozingen na een winterslaap van 40 jaar worden aangepakt.
Dus het verbaasde me dat eigenlijk na 40 jaar dit gebeurde, want ik kan me even niet voorstellen. Het is begonnen eigenlijk met de klachten van Moussie Issa. En eerst en zaterdag dacht men dat het kwam vanwege de werkzaamheden door ons dat gedaan wordt. Na controle bleek dat het absoluut niet daarmee te maken heeft. De conclusie was heel snel en heel duidelijk dat het te maken heeft met verstoppingen in het ondergrondse systeem, de afwatering. En was het zo dat vroeger Nigeria geen kolkenzuigers had? We hebben nu één. En, dus gisteren hebben we de afspraken gemaakt dat we vandaag alvast zouden beginnen. En het resultaat is bijna, je kan zeggen dat je stijf achterover kan vallen wat daaruit is komen. Wat uit die inspectieputten worden gehaald, boomstammen tot planken tot stenen. Dat helemaal gevuld is tot de grondoppervlakte, tot de maaiveldhoogte. En dit had veel eerder moeten gebeuren. Ik vraag me af, wat hebben de voorgaande regeringen eigenlijk al die tijd gedaan? Dat we steeds meer problemen krijgen. Heeft allemaal te maken met achterstallig onderhoud van 40 jaar. Ik kan in één adem gelijk meegeven dat we morgen zo niet overmorgen met de Chinese vereniging ook gaan zitten. En hun voorhouden dat de Chinezen, zoals in Paramaribo, bij elk restaurant eigen vetput moeten hebben en dat ze dat zelf dienen te onderhouden. Want dat maakt ook dat onze normale afvoer dan dicht slipt met vet van de Chinezen. Het hoeft geen betoog. Er is heel wat geld tegenaan gegooid. Als we alleen maar luisteren naar de prijs die wagen heeft gekost, die kolkenzuiger, dan weten we dat er een heleboel geld mee gepaard gaat. Wat kan de bijdrage van de burgerij zijn in deze fase van de decentralisatie, waarbij de burgerparticipatie onontbeerlijk is, om te voorkomen dat dit zich gaat herhalen, dat we weer zoveel tegenaan moeten gooien? Twee heel belangrijke zaken, dat men in ieder geval goed om moet gaan met vuil. Want u ziet wat men eruit haalt, plastic materiaal, boomstammen, God weet van waar het komt. Planken, stenen, wat men allemaal erin gooit. Soms men denkt dat men grappig wil doen, of stoer wil doen, om rommelij allemaal te gooien erin. OE gaat het ook helemaal dichtsmetselen, zodat er geen dingen erin worden gegooid. Natuurlijk wordt er voor die afwatering naar ogen gezorgd. En al die eethuizen moeten ervoor zorgen dat ze hun eigen inspectiepunten hebben, zodat het systeem ook niet verstappen met vet. En de bijdrage die men kan leveren in deze is dat men in ieder geval een eigen omgeving goed onderhoudt en ervoor zorgt dat er geen vuil terechtkomt in de afvoer. Anno 2013 weten we dat het districtsbestuur hard aan de weg timmert en erop staat dat regels en voorschriften worden nageleefd wanneer het gaat om het plaatsen van duikers. We weten dat in het verleden heel wat zaken verkeerd zijn gegaan op dat gebied. Ik denk dat men gaat stuiten op bepaalde van deze zaken, waarbij je duikers hebt die te klein zijn, die zijn geplaatst, wat duikers gaan hebben die zijn ingezakt. Hoe zal daarmee omgegaan worden? Dus daar kijken we eigenlijk al naar. We zijn nu bezig in Nieuw-Nikeri met het ophalen van die lozingen. En waar de verstoppingen zijn, helpen we die mensen. Wanneer ze bereid zijn, wanneer er bruggen zijn, dan helpen ze ook om daar onder schoon te krijgen. En waar we zien bijvoorbeeld dat het te klein is, gaan we die mensen dan aanspreken. Om dan hun medewerking ook in deze te verlenen. Deze is dat een stukje burgerparticipatie. Dat ze dan meewerken om een grotere diameter te plaatsen dan eigenlijk zoals het nu is. Maar voorlopig binnen Nieuw-Nigeria heb ik de rapportage niet gehad dat het zo is. Het enige wat men steeds erop stuit, verstopt de duikers. Ja. Extreme omstandigheden uitgesloten. Mag Nigeria zich alvast erop verheugen dat we de volgende regentijd uitdagen en dat Nigeria droog blijft? In ieder geval, dat is een streven, want ik begrijp, na 40 jaar wordt dit gedaan. En elk begin heeft ze kinderziektes, ze zijn ook hier bezig eigenlijk. Het is heel ervaring voor Nigeria natuurlijk. We hebben inderdaad ook bedrijven in Paramaribo gevraagd om ons bij te staan in Nigeria. En ik ga u zeggen, ze waren niet bereid om zo ver af te reizen, omdat de kosten veel hoger waren. De projecten in principe niet zo groot waren dan de projecten dat ze in de stad kregen. Dus voor hun was het niet winstgevend om Nigeria te komen. De bedrijven, één of twee die we hebben in Nigeria, hun machines zijn absoluut niet geschikt om zo'n grote druk te ontwikkelen om alles schoon te zuigen en te spuiten. Dus vandaar dat we met de nieuwe investering die een particulier gedaan heeft, heel erg blij zijn. We hadden in de tijd een paar gevraagd en hij is bereid gevonden om investering te plegen, om een machine aan te zetten, zodat Nigeria in ieder geval ter beschikking van één. Als ik zeg dat Paramaribo, het ministerie van Openbare Werken, één had, een aantal had, de ene laatste die over was, is ook de vet. Dus dit soort zaken moet je dan inhuren van particulieren. Dat is het enige wat we dan kunnen doen. Ik ben blij met deze ontwikkeling in Nigeria.